Van der Meijrakker stapte van de blauwe zijde in Spakenburg vorig seizoen over naar Lienden. Maar hij gaat terug naar Spakenburg, alleen dit keer naar de rode zijde. Volgend seizoen komt hij uit voor IJsselmeervogels. Dit is Belhassan, de derde minuut. Hij krijgt de bal terug van der Meijrakker en hij maakt 1-0. Hij passeert doelman Valk en zet al snel in de wedstrijd Lienden op een 1-0 voorsprong. Hans Kraaij junior op de bank terug bij Lienden. Ontbrak vanzelfsprekend vorige week in verband met het overlijden van zijn vader bij het uitduel dat het speelde bij AFC. Maar hij zal tevreden zijn over de goede start van zijn ploeg. Dit is Elders met Van der Meijrakker. En nog een keer Van der Meijrakker in de tweede poging. Is wat moeilijker dan de eerste, maar beide worden niet benut. Een schending, nu al druk gebarend. El Osrouti verdedigt mee, doet dat niet goed. Raakt de bal kwijt aan Belhassan en het is zijn tweede. En al binnen het half uur verdubbelt Lienden de score. Belhassan overgekomen van Maghreb. Het zou bij Lienden wel eens de wedstrijd kunnen worden van de nieuwelingen. Opnieuw Belhassan van der Meijrakker. 28e minuut, alleen op Valkaf, makkelijk eromheen en het is 3-0. En dit dreigt uit te lopen op een catastrofe voor VVSB. In april van dit jaar, aan het einde van het vorige seizoen, won Lienden het uitduel met 5-0. Met maar liefst 4 goals van der Meijrakker. Nu heeft hij er ook al een gemaakt, maar is de achterstand voor VVSB al behoorlijk onoverkomelijk. De volgende zit er bijna in via, daar is hij weer, van der Meijrakker. Maar dit keer ligt doelman Valk in de weg. En een enkele keer een uitval van VVSB. Een goed schot van der Wilden. En de redding is van Schimmel. Die het veel rustiger heeft onder de lat dan zijn collega aan de overkant bij VVSB. De volgende mogelijkheid. De binnenkant van de paal. Weer van der Meijrakker. En Valk haalt hij de bal van of voor de doellijn weg. Blijkbaar wel. Het blijft bij 3-0. Maar het is een twijfelgeval. En in geval van twijfel wordt de arbitrage geacht de treffer niet goed te keuren. Ruststand 3-0. En na rust combineert Lienden vrolijk verder opnieuw van der Meijrakker. Die weer een kans laat liggen op zijn tweede van de middag. Maar er komt toch nog een vierde. Dit is de pas van Bijl, afkomstig van Hercules op de Vries. Die komt van de Bataven en die zorgt voor de 4-0 eindstand. Zoals gezegd, het is de middag van de nieuwelingen. Man of the match wordt Belhassan op basis van zijn eerste en tweede treffer van deze middag. En Lienden heeft geen enkel probleem met VVSB. Nee Hans, geen enkel probleem.